Hij gie voor goud op het NK tiedrieden in Veendam eerder deze week. Het waard een vierde plak. Een grote domper voor Leeuwen Westra. Ja, ik ben gewoon teleursteld naar Wazien, naar de tiedrit. En ik ben er wel even kapot van geweest. Maar ja, ik had het een goede ding bij de tocht. En dat is Joet. En natuurlijk de Tour wat je naar komt. Dus ja, we zullen zien. Voor Pieter Weening geen Tour, maar hij wil een geweldige Giro. Met een ritoerwinning en vier dagen in het roos. Hast nog wat door? Ik ga zeker, wel door. De tank is nog net leeg. Dus het is de laatste wedstrijd van de eerste seizoensdeel. Dus we zitten nog één keer bij zo. Ja, maar daarna kan je even min of meer vakantie houden. Nou ja, ik heb een trainingskamp en opbouwen richting Vuelta. Maar ja, ik ken even de drukker wat aan, maar echt vakantie is het niet. Hè? Voor René Hoogheemster is het een spannende dag. Hij doet voor het eerst mee aan het NK voor profs. Ja, wat ben je in plan? Ja, een echte finale ridden hebben we natuurlijk van mij wel heel lastig. Het is voor mij echt een kans om te laten zien. En dat wil ik proberen om misschien in overval te gaan. En, maar ja, in de finale, ja, als het lukt, dan lukt het. Maar dat is natuurlijk wel het reek verhaal voor ons. Hoogheemster en Westra, maten van waar en ik trainingspartners. En hier Pieter Weening, de nummer 12 van Verline hier. Wat kan hij hier in Oud-Marsum? Al betiet in de koers een kopgroep met 12 Friezen erin. René Hoogheemster en Leeuwen Westra. En die pakken maximaal 5 minuten op het peloton. Die vastsprong die bluwt een heel skoft. De koers gaat over 243 kilometer. Leeuwen Westra, ja, in de laatste dagen voor zijn tourdebut. Hij wil graag vorm behouden, tonen van zelfs. En wat te denken van Pieter Weening. Hij komt bij de kopgroep van Alve, de nieuwe kopgroep die het na 9 ronden ontstien is. Maar die kopgroep teent het uit. Robert Geesink, een van de favorieten namens Rabo, die hek het al. Hij verdwijnt van het parcours. En dan ontstiet er een twaalftal koprenners. Pieter Weening en Joost van Leijen namens Vakant Soleil. En er is oerlis. Want Joost van Leijen wil net alleen rijden. Hij zei Pieter dat ik kop nemen. Maar Pieter Weening had stalorders gekregen om net kopwerk te doen. En de groep die daarachter volgt, daar zullen we de laatste tekenen van René Hoogheemster, Leeuwen Westra, de man die de hele dag koers maken ha. Zij willen hier dan in de laatste 2 ronden bij Helle terug het peloton. Blieuwe 2 man op kop. Het is duidelijk, Vakant Soleil wil net meewerken aan een Rabo-feestje. Is niet voor jou? Dat gaan we niet rijden. Pieter Weening zei het nog eens, ja, ik mij net rijden. En dus is dit twaalftal ten derde opskreun. Want er ontstiert een nieuwe kopgroep. De mannen willen lapen. We krijgen een eindsprint. Met Rabo, Bram Tampink en Pim Lichthart namens Vakant Soleil. En het is Pim Lichthart die de nieuwe Nederlandse kampioen wordt. Van de ploeg van Leeuwen dus. Wie is die alweer de koers? Ik nog kansrijk, zal ik het? Ja, ik kwam in de finale met dingen, met Joost van Leijen voorop. En, ja, normaal is die wat een rap van mij. En, dan is het moeilijk en lastig om daar met de rotter in. Maar ja, vooral hier het mappen, want we winnen de koers sowieso naar. Dus ik heb een beetje last van één. Pieter Weening eindigt uiteindelijk als zo'n 30ste. Leeuwen Westra wordt 40ste. Tot rijden rond het einde leeuwde ik erin en later toen kwamen ze heel hard bij om. En ja, gelukkig wint Pim en daar ben ik echt heel blij mee dat we toch de kampioen in de ploeg gaan. Hoe kan dit nou? Wat een dag. Viel het als een slag NK, die eerste heren? Ja, tuurlijk. Daar was hij graag laten zien tussen die grote man. En ik denk als dan in een kopgroep komt mij Geesink ten Dam, al die toerman. Ja, dat is het dan gewoon wel heel goed in haast. Ik heb een heel goed gevoel dat ik nu in Frankrijk, want ik voelde me hier echt heel goed. Wat had je van jezelf van je eerste Tour ten doel gesteld? Ja, probeer je een rit te winnen. Maar het moet een beetje mee zitten, maar alles is mogelijk. Dus als je in een goede ontsnapping zit en als je comfort naar Joet, dan kun je zo winnen. Verder Leeuwen, dan mag je er maar om denken. Zeker weten.